teams. Oké. Deze week gaat het, begint het hoofdstuk met het vinden van fouten. En er zijn een aantal modi om fouten te vermijden, of beter gezegd te vermijden. En die gaan we met name ook in Java 2 oefenen. En jullie zien in, of in PHC 2, jullie zien ook in het einde van deze MOOC, les 12, iets wat je zelf zou kunnen doen om je codekwaliteit te verbeteren. En dan heb ik het over testen. En idealiter schrijf je eerst de test aan de hand van de specificatie van wat zou het programma moeten doen. En daarna maak je het programma. Jullie zijn het ook al een klein beetje gewend, want de testen die zitten al in de MOOC. In al die projectjes zitten kleine testjes ingebouwd die verifiëren of jullie je werk goed gedaan hebben. Dat is natuurlijk heel prettig dat iemand anders voor je de testen geschreven heeft. En dat kan voor opgaven zoals sommetjes, zoals wij die hier graag noemen in een Java-les. Maar je zult begrijpen dat als je straks een programma moet maken dat niet bestaat, dan zullen ook die testen dan nog niet staan. En dan zul je straks leren om die testen te maken. Vervolgens is er een traditionele aanpak om testen te fouten te vinden. En dat is het zogenaamde debuggen. Daar zal ik niet heel veel op ingaan. Ik houd niet van debuggen, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Een van de andere docenten is daar beter in. Ik heb de neiging om testen te schrijven voordat ik mijn code schrijf. En dan kan ik daarmee vaak simpelweg alle fouten voorkomen. Maar mocht het enkele keer nodig zijn dat je fouten aan het opsporen bent, om te kijken waar het precies fout gaat, dan kun je allerhande manieren, hele simpele manieren gebruiken. En ik zal dat in NetBeans laten zien. En TMC Beans moet ik zeggen natuurlijk. Laten zien. Ik heb hier een aantal voorbeeldjes. Die zal ik even afsluiten. Nog wat tips tussendoor. Je zult zien dat als je mij ziet werken achter een IDE, met name NetBeans of een NetBeans variant, dan heb ik zo min mogelijk projecten open. En dat doe ik om de simpele reden dat ik daarmee NetBeans of TMC Beans lekker snel kan laten zijn. En want hoe minder projecten dat je open hebt, hoe minder projecten dat TMC Beans moet bewaken. Want dat is feitelijk wat er gebeurt. Als er dan onder water een bestand zou veranderen, dan wil NetBeans dat weten om daar op de juiste manier op te reageren. Bijvoorbeeld als iemand anders een bestand verandert, dan zal NetBeans zijn eigen afbeeldingen daarvan willen veranderen. Even goed. Ik heb wat voorbeeldjes voorbereid. Dus even kijken of ik hier eens wat af. Hier eens af wat zal sluiten. Ik heb wel voorbeeldjes gemaakt. En dat ga ik hier niet doen. Dat ga ik ook hier niet doen. Ik ga ook deze even allebei afsluiten. En dit weg. Ik ga een nieuw programma maken. Om aanloop pratenderwijs. Oeps. Je ziet trouwens dat ik niet kan typen, maar dat wisten jullie allemaal, heb ik al verteld. Ik zal een klein beetje nog eens wat laten zien, want dat loop ik nu net tegenaan door het typfout die ik maak. Je ziet ook dat ik hier een spatie toegevoegd heb aan de naam van een klasse. Je ziet dat niet mag. De klasnaam is not valid. Daar mogen geen spaties in zitten. Daar mogen ook geen mintekens in zitten. Zou iemand een idee hebben waarom daar geen mintekens in mogen zitten? Waarom had er geen minteken in de klasnaam staan? Iemand een idee? Niemand heeft een idee. Nou, dan ga ik gewoon verder. Het komt simpelweg neer dat een min is een operator, een aftrekoperator. En als je die zou gebruiken tussen twee namen, types, dan zou dat niet meer kunnen als een aftrekoperatie. Hetzelfde voor plus natuurlijk. Spatie mag niet als in klassenamen. En de belangrijkste tip die we dit semester wellicht geven is: gebruik nooit spaties op geen enkel operatiesysteem bij het benoemen van directories of bestanden. Dat levert alleen maar problemen op. Met name als de computer met die bestanden nog iets moet gaan doen op een geautomatiseerde manier, zoals met TMC Beans. Dus probeer dat zoveel mogelijk te vermijden. We hebben wel die macro's gezien die je zelf kunt maken. En laat ik even wat variabelen definiëren. Int v is 12. Dat is een geldige waarde. En dan v is
V plus 6. En dan, dat is fraai. Dus breng er maar een knopje van mijn toetsenbord af. V is V plus 6. En daarna wil ik die V uitgeven. En dat doe ik met de zoutopdracht, dus SOUT, tab, tabulatorknop indrukken. En dan wil ik die V uitgeven. V is plus V. En als ik dan vervolgens dit programmaatje laat lopen, dan komt daar iets heel flauws uit. Dat het een beetje mee zit. V is, ja, V is 18, dat wisten we al. Het komt er eigenlijk hier voor dat je een stukje van je code wil overslaan. Dat je die niet wil gebruiken, omdat je denkt dat daar een fout in zit. Of, dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Er zijn verschillende manieren om een stukje tekst in commentaar te zetten. Laat ik deze regel even dupliceren, zodat we het drie keer zien. Stellen we deze bovenste twee regels effectief uit willen schakelen. Want dat is wat je doet als je commentaar maakt. En dat kun je doen door het commentaar start paar te geven, dat is slash ster, en te beëindigen met ster slash. Dus dat zijn twee dingen die gespiegeld zijn van elkaar. Dat is een manier om het te doen. En ik vind dat zelf een tamelijk omslachtige manier, want je moet naar nog twee plaatsen lopen. Ik heb zelf de neiging om dit te doen. Je selecteert de regels die je waar je commentaar voor wil maken, en dan kies je of dit teken hierboven in de commentaarregel, of simpelweg Ctrl en de slash. En als je dat nog een keer intypt, Ctrl en slash, dan zie je dat het commentaar weer weggenomen wordt, de commentaartekens weer weggenomen wordt. Dat is een hele snelle manier om commentaar in en uit te schakelen. En stel dat je programma wel werkt met die system out regels en niet werkt met als je die verwijdert, dan zou je op die manier heel snel die dingen kunnen uitschakelen, in kunnen schakelen, en daarmee je dan je programma nog een keer laten lopen om te kijken of je effecten hebt. Wat vaak veel belangrijker is in het maken, bij het maken en het opzetten van je programma, is niet zozeer het schrijven van commentaar en daar helemaal omstandig uitleggen wat je precies doet. Hoewel dat in het begin van het programmeren leren wel belangrijk is. Dus je schrijft op waarom je bepaalde dingen doet of hoe je de bepaalde dingen doet. Dat kun je uitleggen. Maar uiteindelijk is het veel belangrijker om goede namen te gebruiken. En ik heb hier eigenlijk een verkeerd voorbeeld gegeven. Ik heb hier een int met de naam V gekozen. Geen mens weet wat dat betekent. Tenzij je in een bereik zit waar die V een bepaalde betekenis heeft. In de werktuigkunde bijvoorbeeld heeft V altijd de betekenis van velocity of snelheid. Dus dan zou dat van belang kunnen zijn. Maar een goed gekozen naam, die helpt je om het eerste plaats het verhaaltje makkelijker te kunnen schrijven. Doordat je bijvoorbeeld je applicatie gaat over geld, dan noem je de waarde die je gebruikt wellicht ook money of price of iets van die soort. Of je maakt daar btw van als je het in Nederlands schrijft, of VAT, value added tax, wat hetzelfde betekent. En daardoor gaan die namen veel meer betekenen. En hetzelfde doe je ook voor methodenamen. Dus het kiezen van goede methodenamen, we hebben ook al methodes leren maken. Het kiezen van goede methodenamen is belangrijk, want daardoor kun je het Java-programma schrijven als het over een verhaaltje is. En nog belangrijker is, degene die straks dat programmaatje van jou eventueel gaat uitbreiden, en denk met name als je een serieuze professionele softwareontwikkelaar bent, dan zul jij niet de enige zijn die aan die software werkt. Dan zullen al die anderen die aan die software verder gaan werken, zullen jouw verhalen moeten kunnen lezen en kunnen begrijpen. En dan is het van belang dat je goede namen kiest. Dus dat gaan we een klein beetje zeggen over het maken van commentaar. Er is ook een standaard om Java commentaar te schrijven. En dan met name het soort commentaar wat in de documentatie terechtkomt. In de documentatie van bibliotheken en dergelijke. Dat noemen we Java Doc. En daar zijn een aantal speciale regels voor. Ik weet even niet of het boek van Horstman daar iets over vertelt. Ik denk het wel. Maar in ieder geval zijn er standaarden voor. En zo'n Java Doc
is de beschrijving die hoort bij een klasse. En je ziet al een klein voorbeeldje dat door NetBeans zelf gegenereerd wordt. Dat zie je hier bovenaan. JavaDoc heeft als bijzonderheid dat het staat voor klassen of voor fields. Dat hebben we nog niet gehad. Of voor methodenamen. In dit geval bijvoorbeeld bij deze. Voor dit stukje. Oeps. En als ik dan fatsoenlijk typ, dan zie je dat daar slash ster ster komt te staan. Dat is wat ik getypt heb en vervolgens een nieuwe regel. Dan vult de IDE dat aan met wat er hoort te staan. Je ziet als eerste de parameter die in dit geval meegegeven wordt, dat die commentaar meegenomen wordt. En wel met een apenstaartje params ervoor. En daar schrijf je het, de betekenis van dat ding af. Achter, in dit geval die args, dat is de invoer van het programma. De invoer van het programma in de zin dat die invoer meekomt bij het aanroepen van dat programma. En ik zal zo meteen nog een tweede methode schrijven. Maar wat je ook altijd bij Java commentaar zou moeten schrijven is wat de methode doet. Programma, dat is de start van het programma. En dan een lettertje minder hier, en het programma, en je ziet dat hij ook nog een klein beetje aan de spellingscontrole doet. Die staat bij mij op Engels, dat is correct zo, dat laat ik even lekker. En ook hier zal ik een hulpprogrammaatje schrijven, een hulpprogrammaatje, laten we zeggen, public void, geef weer, nou, dit is een methode. Die doet nog niks. Ik ga daar een string als waarde meegeven. En nu ga ik even een klein beetje overdrijven. Ik geef die string de naam te tonen waarde. En dan zal ik vervolgens hier een JavaDoc commentaar bij schrijven. En dat JavaDoc commentaar dat schrijft wat de bedoeling is van deze methode. En als je op deze manier je documentatie schrijft, dat wil zeggen als je opschrijft wat die methode doet en wat die invoerparameters zijn, in dit geval zijn het invoerparameters, dan is het eigenlijk ook heel vaak en heel snel duidelijk wat die methode zou moeten doen. Dus geef de invoer weer en ik kan me voorstellen dat je ook opschrijft via de standaard output. En daarmee duidelijk wordt wat deze methode zou moeten doen, of wat die methode doet. En dan is de implementatie ook veel heel erg simpel. En die kunnen we eigenlijk zo typen, hè, want dat is niks anders dan system out print line. En dan de tonen waarde komt daar blijkbaar voor te staan. Of we kunnen simpelweg alleen die waarde uitgeven. Print line. Die waarde weergeven en op die manier de methode dat te laten doen wat die wat bedoeld is. Dat is makkelijk zat. Hoef je verder niet al te veel over na te denken. De methode heeft een naam die vrijwel spreekt, voor zichzelf spreekt wat er gebeurt. En ik kan hem er ook heel makkelijk uit aanroepen. Ik kan dan ook die geef weer methode aanroepen. Let even op wat er gebeurt. Ja, dat is ook in Nederlands, maar dat is ook niet zo erg. Je zult zien dat ik nu probeer deze methode aan te roepen. En ik zit hier nog steeds in de modus die we in de eerste drie delen hebben. Dat wil zeggen, we maken nog niet echt gebruik van objecten. Dus om deze methode te kunnen aanroepen, kan ik simpelweg eventjes kijken wat dat rode lamp mij te melden heeft. Die zegt, een non-static method, geef weer, cannot be referenced from static context. Nou, dat is een hele mond vol. Het betekent niet meer dan dat dit is een static methode. Die main methode is altijd static. Of eigenlijk, ja, is altijd static. En dat maakt de aanroep van deze methode in regel 21 zijnde in een static context. Maar die geef weer methode zelf is geen static methode. Het is geen methode die je aan kunt roepen zonder dat je een object hebt. En om ervoor te zorgen dat ik dat wel kan doen,
dus moet ik hier static toevoegen. En als ik dat gedaan heb, dan zie je dat het programma dat weer snapt. Op die manier het goede doet. Ik kan deze GVM-methode aanroepen en dan zonder meer gebruiken. En eens even kijken wat we nog meer opgeschreven. Wat je kunt doen, en dat kan heel erg nuttig en handig zijn, je kunt de debugger gebruiken. Ik zal daar één klein dingetje van laten zien. Je kunt namelijk zeggen, ik wil op precies deze plaats weer stoppen. Want ik vermoed dat deze methode, dat die fout is. En als ik dan hier binnen ben, wil ik vervolgens stapsgewijs door het programmaatje lopen. Dat kan ik doen. Oeps, dan moet ik wel even op de goede plek klikken. Dat kan ik doen door op aan de linkerkantlijn op de linkerkantlijn te klikken. Dan komt er zo'n rood dingetje staan. En dat betekent dat het een breakpoint is. Dat wil zeggen, als ik het programma nu zou starten, niet met de normale run, maar met de debug run, die staat hierboven. Dan kan ik het programma debuggen. En dat is voorbeeld met commentaar. Hoppakee. Laat ik dat maar zo laten lopen. Dan wordt die debugger gestart. En vervolgens zie je hierboven in dit stukje waar eerst de bestanden stonden, zie je nu informatie van die debugger staan. En die zegt nu dat het programmaatje gestopt is, onderbroken is, vandaar breakpoint, op regeltje nummer 31. Dat staat hier ook. En vervolgens kun je allerhande zaken inspecteren. In het venster wat hier beneden staat, of ook, ik denk even hier, als je naar de variabele namen wijst, kun je ook zien wat die nu als waarde hebben. Dus de toonwaarde heeft nu de waarde van het type jarenlang string, gewoon een string. En de inhoud van die string is hallo. En daarmee kun je dus heel makkelijk zien wat er op dat moment, op dit moment in die methode beschikbaar is. Welke parameter naar binnen komt, wat de waarde is van die parameter. En je kunt er eventueel andere zaken nog bekijken. Daar ga ik niet al te veel op in. Je ziet al de spannende dingen die ik nu even niet van belang heb, maar het is van belang om even te zien dat als je de debugger gebruikt, dan kun je het programma op een specifieke plaats laten stoppen en dan kijken wat er aan de hand is. Welke waarden de lokale parameters hebben en hoe je dat vervolgens. Dan kun je vervolgens uit afleiden wat er dan eventueel fout is in je aanpak. Mocht je die debugger niet willen starten, maar in plaats daarvan het op z'n janboer fluitjes doen, wat ik zelf vaak de voorkeur aangeef, is dan geef ik simpelweg de waarde uit. En als ik dan uiteindelijk gezien heb, het programmaatje laat deze waarde zien voor het gebruik en eventueel de waarde na gebruik, dan kan ik dat zien. En als ik dan vervolgens dat niet meer wil weten, als ik het programmaatje zonder die extra toegevoegde system out print lines wil laten zien, dan maak ik daar simpelweg commentaar van. En als uiteindelijk het programmaatje dan loopt zoals het hoort, dan verwijder ik die extra toegevoegde commentaarregels en los die dan op die manier op. Volgende week gaan we op je objecten in. En dan zullen we jullie ook wijzen op het feit dat het verstandig is om ook ervoor te zorgen dat elk object wat je maakt zelf een nette stringvorm heeft. Zodat die kan laten zien wat de inhoud is. Maar dat bespreken we de volgende week. Het tweede onderwerp, en wat mij betreft is dat een klein beetje apart in de lesopbouw. Maar dat is zoals de mensen in de MOOC voor gekozen hebben. Is behandel eerst lists en lijsten. En wat we steeds zullen zien is het gebruiken van lijsten in een programma. En ik denk dat ik daar al een voorbeeldje van gemaakt heb. En dat is dit voorbeeldje. Hier zien we dat we lijsten maken. Lijsten van het type ArrayList. Dat is ook de meest voorkomende lijst. En die maken het mogelijk om daar spullen in te stoppen. Spullen van een heel bepaald type. En het zullen altijd objecttypes zijn. Zoals hier in regeltje 15. Als ik het een klein beetje inzoomen. Oeps, andere kant uit. Klein beetje inzoomen en dan. Zo. Een klein beetje inzoomen. Dus je ziet hier een stringlist op regeltje 15. Dat is een arraylist. En dat is een lijst. Ik heb hier list voorgeschreven. Arraylist of list maakt in dit geval niet zo heel veel uit. Zo zul je het in de MOOC tegenkomen. Dus arraylist is gelijk aan een nieuw arraylist. Ik heb zelf de neiging om daar arraylist van te maken. Ik ga het nu niet uitleggen. Ik
had het eigenlijk beter zo kunnen laten. Dat zien we straks in hoofdstuk 4 en 5, wat het verschil is tussen die twee dingen. Nou, wat is het grote voordeel van een lijst? Je kunt daar meer dingen op in opbergen, mits ze van hetzelfde type zijn. En de lijsten die we gebruiken, is het soort types die we kunnen opslaan, is altijd van de objectsoort. En in regel 12 bijvoorbeeld staat een objectsoort van het type integer. Dat zijn objectjes waar een int in zit. En strings, die kennen we al, die hebben we al uitgebreid gebruikt. We kunnen ook nog een double list maken, zouden we dat willen. Dan kunnen we daar hier double neerschrijven. Let op dat ik daar een hoofdletter double schrijf. Want een kleine letter double, dat zal deze Java versie niet accepteren. In Java voor, ik schat 16 of 17, misschien wel 18, is het niet mogelijk om primitieve typen in lijsten te zetten. En dat is het belangrijkste verschil tussen wat we met lijsten kunnen en wat we met arrays kunnen, die we zo meteen gaan behandelen. En we kunnen wel lijsten maken van, we kunnen lijsten maken van zogenaamde reference types, dus objecten, strings, een integer en auto's of wat dan ook. Maar we kunnen geen lijsten maken van, althans in deze Java-versie, in Java 8, maar ook in Java 11 nog niet, en Java 15 ook nog niet, van primitieve typen. Dat komt er, dat gaat er ooit een keer aankomen, maar wanneer precies weet ik niet. En dat is op dit moment niet zo heel erg spannend. Laat ik eventjes deze toevoegingen, die toegevoegde regels weer even weghalen. Althans zodanig dat de compiler weer tevreden is. En je ziet ook dat als je ergens commentaar van maakt, dan zeg je tegen de compilers simpelweg of die IDE zeg maar, negeer dat stuk. Want dat is niet meer van belang. Dus als je ziet dat er ergens fouten hebt staan, en rode lampjes en weet ik wat allemaal. Dan kun je door het maken van commentaar van dat stukje code, kun je ervoor zorgen dat de compiler zich daar niet meer aan stoort. En je daar zelf ook niet zenuwachtig van wordt. Oké. We hebben hier twee lijsten gemaakt. Eén lijst van integers en één lijst van strings. En je ziet hier dat ik aan die lijst een getal kan toevoegen. En let op, het lijkt er al op alsof ik toch simpelweg int-waarde toe kan voegen. Want ik kan dat zo laten zien. Int getal, oh, getal is 42. Dat is gewoon een int. En ik kan hiervan getal maken. Hoppakee. Dat is, wordt ook geaccepteerd. Dat heeft te maken met het feit dat Java van .NET of van C# geleerd heeft. Je kunt ook int-waardes en dubbelwaardes en dat soort zaken. Dus de primitieve simpelweg heel eenvoudig in een objectje pakken. In dit geval van, van dit type, het integer object. En dat noemen we autoboxing. En op het moment dat we die variabelen weer terug gaan halen, dan zullen we zien... Dat laat ik even zo zien. List, dat is dus een list van integers, get 0. Die kan ik, ik moet daar wel een parameter meegeven. Dat is de positie in de lijst. Die kan ik meegeven. En als ik dan vervolgens mijn cursor in deze regel hou, dan zie je dat aan de linkerzijde een geel lampje zie. En daar gebruik ik heel vaak gebruik van. Want dat gele lampje zegt me, ik kan een variabele naam kiezen en daaraan de waarde die ik van list.get 0 krijg, toekennen aan een variabele. Als ik daarop klik, dan zie je dat deze variabele de naam krijgt van de methode en het type van het return type van deze get-methode. Je ziet dus dat dit een integer is. Het is overeenstemmend met wat hierboven gedefinieerd is. Dus hierboven staat een arraylist van integer, zijn de nieuwe arraylist, en hier daarna staat een array van string. Deze lijst, of beter gezegd de compiler, weet dat deze lijst altijd integer objecten produceert. Ik kan daar echter ook, en dat heeft met dat autoboxing te maken, ik kan er echter ook een int van maken. En net zoals er autoboxing bestaat, bestaat er ook auto-unboxing. Van de types integer en double met een hoofdletter D en long met een hoofdletter L en boolean met een hoofdletter B. Dat zijn de zogenaamde wrapper types, dat zijn dus objecten rond een waarde. Daar kan ook automatisch iets uitgepakt worden. Dan denk je nou dat is handig, want dan hoef ik me daar verder geen zorgen over te maken. In grote lijnen, en zeker in het begin van het leren programmeren met objectoriëntatie, is dat zo.
Maar uiteindelijk zul je zien dat het niet verstandig is om dat altijd te doen, want uiteindelijk kost dat tijd. Kost dat tijd tijdens de executie van je programma. Dus het maakt je programma langzamer. Steeds dat je een objectje, een int-waarde moet inpakken in een object en weer moet uitpakken om het weer te geven, dat is lastig. Maar in de gevallen dat je lijsten wil of kunt gebruiken, kun je daar op dit moment niet omheen. Want die lijsten accepteren alleen maar zogenaamde objecttypes of referentietypes. Dat nadeel hebben arrays niet. Maar arrays hebben natuurlijk, je kunt het verwachten, hebben een ander belangrijk nadeel. De belangrijkste verschil tussen een array en een lijst is dat je een lijst kunt laten groeien. Simpelweg als er meer elementen in die lijst stopt, dan wordt die lijst vanzelf groter gemaakt, zodat er meer spullen in passen, meer strings of meer integers, net wat die, zoals je die objecten gedefinieerd hebt. Maar arrays die hebben een vaste grootte. Dus als je een array definieert met 4 elementen, dan kunnen er nooit meer dan 4 elementen in. En de 4 posities die benoemd zijn, die bekend zijn dan, zijn de posities 0, 1, 2, 3 en 4. Dus 0 is altijd het eerste element in een lijst ook in een array. En dat heeft te maken met het feit dat C-achtige talen en Java is er een van, maar PHP, idem dito, C#, C, C++, Perl, een hele hoop meer. Die beginnen te tellen bij 0, dus een object in een array. Het eerste object in een array staat op positie 0, het tweede object in een array, positie 1 enzovoort. En de laatste array staat altijd op de lengte, op de positie lengte van het array minus 1. En dit is dus 4 minus 1 is dus positie 3. Dat is de plaats waar het een en ander staat. Ik kan je ook laten zien dat het fout kan gaan. Dat wil zeggen, de compiler zegt daar nu nog even niks van. Je zou kunnen zeggen, well, nou, dat is een beetje vreemd. Even kijken wat dit lampje zegt, dan ben ik wel even benieuwd. We zien hier, dat vind ik even niet van belang. Ik laat nu even dit programmaatje zoals het nu is. Je ziet dat ik heb er ook een commentaar bij gezet. Dit wil zeggen, ik probeer nu te schrijven in een positie buiten het array. Ik zou ook het omgekeerde kunnen doen, lezen van een positie in een array. Dat doe ik zo meteen. Maar laten we eens even kijken wat er nu gebeurt. Als ik dit programmaatje laat lopen, dan gebeuren er, de compiler vindt dat allemaal prima. Maar bij het uitvoeren, command execution field, dan zie je dat in execution in main thread, lava lang array out of bounds exception, zegt hij. Dat is een hele vloek, een hele lange string. Eigenlijk zegt deze naam al, en daarom is die naam zo lang, wat het probleem is. Het is een exception, het is een uitzonderingssituatie. Daar hebben we later een hoger hoofdstuk over, dat weet ik niet precies welk. Maar in dit geval is de naam wat daarvoor staat, array index out of bounds, dus de index die ik gebruik om in het array te gaan zoeken, die is buiten de grenzen van het array gedefinieerd. Dus ik zit lager als 0 of boven de 3, de maximaal toelaatbare waarde in dit geval. En dat mag ik niet, gaat niet werken. Dat zal de compiler weliswaar accepteren. Maar de runtime die controleert altijd elke toegang tot een array. Het omgekeerde geldt ook, dus als ik hier even commentaar van maak en bijvoorbeeld int x is, hoe heet het array? Het array heet simpelweg array. Laat ik eens even wat anders doen. Ook dit is buiten het bereik. Ook dan zal, en ik programma nog een keer lopen, dan zal het op dezelfde manier fout gaan. Dat wil zeggen met dezelfde melding. Maar in dit geval wordt ook hier de index vertoond. Die zegt dan, die minus 1 die mag ik niet gebruiken als index in mijn array. Dat is niet toelaatbaar. Nog een keer herhalend. Het belangrijke verschil tussen array en een lijst is dat je een array niet in grootte kunt veranderen. Stel dat je dat toch zou willen. Je hebt een aantal variabelen verzameld in een array en nou krijg je er een variabele bij en je wilt die toch opslaan, ook in een array. Het enige wat je dan kunt doen is dat array kopiëren naar een nieuw array wat de juiste grootte heeft. En dat kopiëren gaat eigenlijk heel eenvoudig. Je zou kunnen zeggen dat kan ik met een for loop doen, maar er zijn andere methodes voor. Arrays.copy
of. En dan zie je hier dat er een hele hoop methodes staan. Die zijn, hier deze, dat zijn de copies of. Daarmee kun je specificeren wat de nieuwe lengte moet zijn. En daar komt een T rechte haken uit. Dat lijkt een beetje vreemd, maar dat betekent niks anders dan het array wat je erin stopt. Dat van het type van het array wat je erin stopt, dat komt er ook als type weer uit. Dus als ik dit zeg maar zou doen, laat ik deze kiezen. Laat ik de array nou eens twee keer zo groot maken. Dan kan ik, heb ik op deze manier die methode aangeroepen. En om dan ervoor te zorgen dat het werk dat deze methode voor me verzet heeft, namelijk ook effect heeft, moet ik natuurlijk wel zorgen dat ik dat ding toeken aan een variabele naam. En stel nu dat ik dezelfde variabele naam die ik gebruikte in regel 23 zou willen gebruiken, bovenaan, dan kan ik natuurlijk dit stukje, even dat ding weghalen, kan ik dat simpelweg vervangen door een array. En dat betekent, even kijken, doe ik dat goed? Do incompatible types. Ja, ah, ik heb een fout gemaakt. En ik vind het zelf altijd leuk om, ja, ik vind het niet leuk om fouten te maken, want net zo goed als jullie vinden je dat niet leuk. Schaamt je daar een beetje over, stommigheid. Maar het laten even discussiëren over wat de fout is die hier optreedt, is altijd nuttig. Want dat helpt. Dat helpt om, die fouten die net simpelweg vaker gemaakt worden, om die te voorkomen. Ik begon zo. Ik wilde die variabele toekennen. En vervolgens wordt dan naam gekozen. Let op, dat is weer de naam van de methode die aangeroepen wordt. En die naam vind ik niet zo bijster handig. Ik wil eigenlijk dat dat ding komt in de plaats van dat ding wat ik op positie 23 gedefinieerd heb. Wat ik echter gedaan heb, ik heb hier niet array ingestopt, maar args. En de oplettende student zal gezien hebben dat args in regel 11 gedefinieerd is. Dat is ook een array. Dat zijn namelijk de parameters die ik in de methode meegegeven heb. En dat is weliswaar een array, maar het is niet een array van ints. En dat zie je ook hier al, want het is een array van strings. Dus als ik dat goed wil doen, dan moet ik hier niet args neerzetten, maar simpelweg array. En dan zal de compiler zeggen, ja, dat gaat niet, want dat is geen array van strings, maar dat is een array van ints. Als ik dus hier weer int van maak, dan zal de compiler zeggen, oh, dat is mooi, je snapt het. En ik snap het ook en ik ben tevreden. En dan kan ik uiteindelijk doen wat ik zou willen doen. Laten we nou het resultaat van dat werk, laten we dat eens even laten zien, en op de debug manier. Ik kan dat array laten zien. Ik laat dat maar even lopen. En kijken wat er gebeurt. En dan zou er array is array moeten komen te staan. Wacht even, ik heb die fout van net, heb ik dan nog steeds ergens ingestopt. Even zien hoor. Waar doe ik het fout? Oh ja, hier, dit ding, deze regel is kapot. Oeps. Oh, deze regel is kapot. Even commentaar van maken en zeggen wat er mis is. Verkeerd. Keer de toegang. Dus dit is niet geldig. Dus dan nu zou die fout weg moeten zijn. Tot simpelweg commentaar van te maken. En nu zie je dat er staat get 42. Dat staat hierboven. Dat is regeltje 21. Dan staat er array en dan staat er een rechte haak als je goed kijkt. En dan een apenstaartje en dan een of ander gek getal. Een getal met letters en cijfers. Het is een hexadecimaal getal, dat wil zeggen dat zijn cijfers van 0 tot en met 15. En die worden uitgedrukt als 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan zijn de cijfers op A, B, C, D, E, F. En die zie je hier terug voorkomen. Hè. C, E en F staan erin en nog een keer een E. Dat was het dan wel. En dat is eigenlijk niet het soort array wat we willen zien. Nou, daar kun je wel wat aan doen. Want ook net zo goed als er een kopieermethode is in deze arraysklasse, is er ook een toString methode. Arrays moet ik wel even schrijven. En dat is een toString methode. Je ziet hier dat ik daar kan kiezen. Dus ik zou deze moeten kiezen, maar zelfs als ik de eerste kies, want die hebben allemaal dezelfde vorm. Dan kan ik het array weghalen en een ronde haak aan het einde zetten. En eventjes de formatering weer netjes maken. En ik laat nu het programma nog een keer lopen. En dan zien we dat de inhoud van het array is op dit moment. En dat wordt dan redelijk netjes weergegeven, met wat gebeurt.
Doen we nog wat? Ja, knopje drukken. Boop, boop, boop. Wat is hier aan de hand? Het knopje drukken. Even kijken. Nog een keer start dat ding. Hupsakee. Ja, nu zien we hier, die gaat van 42 van net. En nu zien we de inhoud van het array netjes weergegeven met rechte haakjes eromheen. Zo lijkt het ook een beetje op een wiskundig array. Dat is wel zo netjes. En nu kan ik dat array, een kopietje van dat array maken. En dan kan ik deze tweede, deze regel simpelweg kopiëren. Je weet allemaal dat ik niet kan typen. Daar ben ik al overheen over die schaamte. Maar ik kan wel mijn toetsenbord bedienen in het gebruik van macro's. Als ik een regel wil dupliceren, dan doe ik Ctrl, Shift en dan pijltje omlaag. Als ik dan diezelfde regel wil verplaatsen, is het Alt, Shift, pijltje omlaag. En je ziet, op die manier heb ik die regel erg simpel overgehaald. En ik zet hier eventjes een A'tje bij om de eerste te laten zien. En hier een B'tje bij. En je ziet dat ik eigenlijk een soort van debug techniek toepas om te laten zien wat er gebeurd is, wat het effect is van deze array copy-off. En je ziet dat deze arrays copy-off methode, die maakt het array langer. Die zet er de waardes in aan het begin, zoals ze er waren, en vult dan de rest aan met de waardes 0. Allemaal integer waardes 0. Dus die initialiseert de rest van het array netjes met zinvolle default waarde. 0 is een redelijke default waarde. Hoe je eigenlijk nooit weet of 0 een speciaal getal is. Maar dat is wat er feitelijk gebeurt. Oké, daar hebben we zat over gezegd. Dan komen we uiteindelijk in regel 35 uit. En regel 35 zie je een andere manier om een array van integers te declareren. Dat wil zeggen niet alleen te zeggen dat dat een array van integers is, maar daar ook gelijk de waardes in te stoppen. En je ziet ook dat ik hier dan niet bij hoef te vertellen aan de rechterzijde van het is-teken wat voor soort array dat is. Ik hoef dus niet te zeggen new int array, maar ik kan, want dat mag wel. Dit is een oude schrijfwijze van Java. Maak een int array, maar geef daarna de initialisatie, dat wil zeggen de initiële inhoud van dat array. Dus ik mag dit stukje weglaten. En dat is, als ik het goed heb, even nakijken. Dat is dat geldig in deze Java-versie. Ah, en dat moet ik eventjes terugzetten op Java 8. Om te kijken dat ik geen dingen laat zien die jullie in de MOOC-opgaves niet zou mogen gebruiken. Dus we gaan weer terug. En kijken, nou de compiler vindt dat nog allemaal prima. Dus laten we dat even gewoon laten zijn voor wat het is. En, dat is mijn fles met water. Ja, de weg staat ik zit me te storen naar dat zwarte plekje onder het scherm. Even kijken. Wat zei ik net? Ik kan dus een array ook initialiseren. En dat kan ik ook met andere arrays. Door simpelweg tussen accolades te zetten wat de initiële waardes moeten zijn. Dus op deze manier definieer ik mijn array met waardes 12, 3, 5 en 7, 7436. Ook dat kan ik dan weer uitgeven, dat zie je al steeds al staan. En ik kan ook natuurlijk waardes bij elkaar optellen. Ik kan bijvoorbeeld de waardes in een array bij elkaar tellen. En je ziet dat ik hier weer een lusconstructie gebruik. En dat is de lusconstructie met het lopen van het variëren van de index. Dat wil zeggen, ik gebruik een index. Traditioneel krijgt dat ding de naam i. En die gebruik ik om door het array te lopen. En dat doe ik net zo lang totdat ik op het voorlaatste element ben. En die test is heel eenvoudig. Als die i, zolang die i kleiner is dan, dan de lengte van het array, zit ik nog niet voorbij het laatste element. Het laatste element heeft immers de index de lengte van het array minus 1. En de volgende stap zou moeten verbrengen. En na deze test staat dan vervolgens de manier waarop ik verder door dat array loop. Als het goed is, hebben jullie een blaadje ontvangen waar een hele hoop van die verschillende loopvormen of lusvormen in staan. En dit is eigenlijk de meest bekende, de meest klassieke lusvorm die we kennen in de C-achtige talen, want daar komt het feitelijk vandaan, deze constructie. En nog even herhalen wat dat ook weer precies betekent. In dit stukje staat de initialisatie tot aan deze punt comma. Dat is de beginwaarde van wat we de klassieke index noemen, of
een van de variabelen die gebruikt wordt in deze lus. En die je ziet dat die in de lus zelf gebruikt wordt. Het tweede stukje is de test. Dat is de stopconditietest. Dat wil zeggen, zolang dit waar is, gaan we door. Als we dit op zouden schrijven als een while lus, dan zouden we dat iets anders opschrijven. Ga ik zo meteen doen. En deze laatste is, wat moet er gebeuren om de volgende keer die lus weer binnen te mogen gaan? Dat wil zeggen, dan wordt deze plus, dan wordt die i met eentje verhoogd. Dat is wat i plus betekent. Ik kan hetzelfde ding op de manier schrijven zoals de MOOC dat klassiek zou doen. Dat zou dan als volgt uitzien. Laat ik een andere variabele kiezen. Int j is 0. En dan while, dan moet ik deze variabele veranderen. Ej kleiner dan r2.length. Je ziet dat ik dat makkelijk kan selecteren. En dan if j, oops, ik moet hier een kleine j van maken. If j kleiner, sorry, groter gelijk aan array. Even denken hoor. Nee, dat moet ik anders opgaan. Ik moet hier het ding verhogen. Ik moet hier ding simpelweg verhogen. Die toets, die if, die moet ik hier niet typen. Ik moet hier die j-waarde simpelweg verhogen. En hier kan ik vervolgens doen wat ik hier ook al deed. Hupsakee. En dan zijn deze twee regels, die zijn dan helemaal equivalent. Met ik natuurlijk even die j's, die i's in dit stukje vervang door j's. Dan zul je zien dat het precies hetzelfde oplevert. Laat ik dat maar eens even voordoen. Als eerste simpelweg dit regeltje kopiëren. Hoppakee. Het resultaat zien na deze aanroep. Dan zullen alle elementen in het array verhoogd zijn, verdubbeld zijn. Dat is wat er feitelijk gebeurt. Je ziet 12, 3, 5 en dat getal. 24, 6, 10, dat is de verdubbeling. En daarna doe ik die verdubbeling nog een keer, maar ik laat hem iets zien. En nou laat ik die tweede lus werken. Zijn werk doen, even kijken. En dan maak ik dat ding even inactief. Hier met dat Ctrl/. En dan zie je dat de werking van deze lus en van de lus die daarboven staat, die zijn helemaal identiek. Je zult zien dat deze for-lus eigenlijk het meest gebruikt wordt en de while-lus ietsje minder, omdat het een beetje omslachtiger lijkt. Je moet de initialisatie van tevoren doen, je moet dat verhogen met de hand, nog een keer met de hand doen, hoewel dat hier natuurlijk hetzelfde staat. Maar dit is eigenlijk klassiek de manier waarop je door een lijst of een array heen loopt, waarbij je de index wil gebruiken. In dit geval wil ik dat. Ik wil die index kunnen gebruiken, want ik wil op de plaats van het array-element wil ik een nieuwe waarde neerzetten en weliswaar de verdubbeling. Yes, dus daarmee heb ik dat array gehad. Ik kan ook zonder gebruik te maken van deze methode, arrays toString, kan ik natuurlijk de waarde van het array ook uitgeven. En in dit geval gebruik ik een iets andere for-constructie. Dat is de zogenaamde for each. Dat wil zeggen voor elke integer die in array 2 zit, wil ik dat ding uitgegeven hebben. En dat kan ik dan vervolgens met een systemout variabele doen. Dat is ook weer zo simpel als wat. Ik kan dat even opnieuw bouwen. SOUTV en dan een tab. Dan krijg ik weer precies te staan wat er stond. En dan zul je zien dat de werking daarvan precies hetzelfde is. Het verschil tussen deze for-lus en deze for-lus is dat ik hier niet kan schrijven in het array. Ik kan er alleen maar van lezen, maar ik doe het wel voor elk element. En in deze manier kan ik die index gebruiken. En dan kan ik die index gebruiken op welke manier dan ook in mijn algoritme. Bijvoorbeeld om de waarde van het array te verhogen of te verdubbelen, zoals hier gebeurt. Maar ik kan bijvoorbeeld ook een element uit de vorige cel in het array of de volgende cel in het array meenemen. Maar dan moet ik natuurlijk oppassen dat ik niet buiten mijn array-grenzen heen kom. Ik zal dat eens even voordoen, om te laten gaan. Ik zou bijvoorbeeld hier kunnen zeggen, ik wil de twee elementen bij elkaar optellen, wil zeggen het eerste element zelf en dan het voorganger element. En let op, dit geeft natuurlijk een probleem. En als je opgelet hebt, dan zul je al weten welk probleem er gaat ontstaan.
Het probleem wat er gaat ontstaan is dat je weer door deze bewerking op die index een waarde voor die index krijgt die buiten het geldige bereik valt. De eerste j is gelijk aan 0 en als je daar min 1 van afhaalt of 1 van aftrekt, dan krijg je natuurlijk min 1 en dat is een illegale index. Die mag je simpelweg niet gebruiken in je programma. Het programma, dat kan ik heel eenvoudig verhelpen. In ieder geval die fout voorkomen. Ik weet dan nog niet of wat er uit zou moeten komen of wat ik had willen hebben. Of dat dan natuurlijk het goede is. Maar ik laat even zien dat op deze manier het vrij makkelijk is om die fout, in ieder geval die exception te voorkomen. En dan heb ik de twee opvolgende waarden bij elkaar opgeteld. Even kijken of ik dat goed doe. Even kijken. Ja. Even zien. Dat stond in het begin stond er in array 2. Laat ik die maar even nog een keer laten zien. Na deze lijst en voor deze lijst. Ja, nou, een regeltje biedt ze, kopiëren, naar beneden halen en dan AG2 laten zien, AG2 laten zien en daarna nog een keer naar de verhoging en eens kijken wat we dan hebben gekregen. Dus de eerste keer zien we de getallen 24, 6, 10 en 18. 14.872. En het eerste getal wordt natuurlijk niet gewijzigd, want we beginnen op positie 1. Maar het tweede getal, dat wordt wel netjes 6 plus 24. Het tweede getal wordt 10 plus 30, is 40. En het derde getal wordt 14.872 plus 40 is 14.912. Nou, dat kun je narekenen, maar dat is wat er hiermee gebeurt. We hebben daarmee ook het nodige gehad van arrays. En eens even kijken wat ik nog meer wilde vertellen. Oh ja, let even op dat zowel, en dat ga ik wel laten zien, dat deze constructie met deze forlus en ook deze whilelus en ook deze for each-lus, die werken net zo goed voor arrays als voor lijsten. Laat ik dat maar eens, voordoen. Ik maak dus een lijst van strings, dus of die heb ik al, die staat hier boven, maar ik heb er nog niks in gestopt en ik kan ik kan daar wat in stoppen. Even denken, misschien is het wel leuk om dat te laten zien aan de hand van een array van strings. En vervolgens die strings allemaal in die lijst te gaan stoppen. Dus kijken welke mogelijkheden we daarvoor hebben. Dus ik maak een array van strings. En dan laat ik dat namen noemen. En laat ik die namen dan initialiseren met wat de namen uit de oude doos. Oops, daar moet geen komma. Hier moet een Henk. En oops, en Klaas. Oeps. Klaas. Oeps. Dat zijn mijn namen. Die kan ik natuurlijk netjes uitgeven. Dat kan ik doen met voor e-loop. En soms is het dan handig om die variabele namen aan te passen aan wat je daarmee wil. En dan vervolgens dat ding. Oeps. Oké. S-O-U-T-V. Tab. Uit te geven. Zo. En dan zie je dat die namen netjes uitgegeven worden. Ik zal die andere rommel even uitschakelen. Dat wil zeggen al dat system out hier even weghalen. Dan gebeurt er niks zichtbaars meer en dan blijft mijn uitgifte-scherm wat schoner. Ja, dit mag je hem al wegzetten. Zo. En dan is mijn uitgifte scherm schoner. En dan zie je dat ik weer alleen maar die namen zie zo meteen. En vervolgens kan ik die namen ook toevoegen aan een lijst. Ik kan dus ook een lijst van een arraylist. En dan laat ik daar een fatsoenlijke naam aan geven. Een arraylist namelist. Let even op dat ik de goede gewoonte ervan moet maken
om het type van de elementen in dat array aan die ArrayList mee te geven. En dat gaat op deze manier. Ik heb nu dat ding gedeclareerd. Ik heb gezegd, ik heb een nameList. Dat is van de type naar ArrayList van strings. Dat is wat ik gedaan heb. En ik kan dat ding gaan maken. New ArrayList. Op deze manier dan volgens die ArrayList definiëren. En dan kan ik vervolgens met die nameList kan ik dan die namen gaan toevoegen. En ik kan even kijken of ik dat simpel kan doen. Ik kan een element toevoegen. Ik kan een element op een positie zetten, mits die positie beschikbaar is. Dat is niet altijd gezegd. Daar moet je even bij opletten. Ik ga daar nu niet al te veel op in, maar daar zul je zelf achter komen dat je niet op elke willekeurige positie in zo'n array in zo'n arraylijst wat neer kunt zetten. Maar ik ga eens even kijken of ik wat simpelers kan doen. Waardoor ik minder werk heb. Maar ik zie het even niet staan. En ik vermoed dat dat met de Java-versie te maken heeft. Deze twee die lijken interessant. Met name de derde hier, add all. Maar dan moet ik een collection in stoppen. En een collection is een vreemd beest. En een collection, wat is dat nou weer? Je zult zien straks in lessen 5 en verder. Zul je zien dat collections dat zijn niks anders als Java-classes die andere dingen kunnen bevatten. En een lijst is een collectie. Dus als ik al een lijst zou hebben, kan ik heel makkelijk alle elementen van die lijst in een andere lijst stoppen. Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk een klein beetje een kip-en-ei-probleem. Dus laat ik maar te voet al die elementen in dat lijstje toevoegen aan die ArrayList. Dus aan die NameList. En dat kan ik dan doen. Weer met een for each lus, want ik hoef die namenlijst alleen maar te lezen. Laat ik daar de variabele naam n voor kiezen. En dan nameList.add die n. Dus deze n toevoegen. Nog even een trucje, dat is ook handig. Soms sta je midden in de regel en je moet weten dat je aan het einde van de regel moet nog een puntkomma komen, want anders begint die compiler, die stomme compiler weer te zaken. En ja, dat zie je hier. Nou, je kunt er natuurlijk met de cursor naar het einde van de regel of met je muis naar het einde van de regel lopen, maar je kunt ook simpelweg op control.comma drukken en dan komt die puntkomma vanzelf aan het einde van de regel te staan. Dus control.comma plaatst automatisch een variabele aan het einde van de regel. Hier hebben we nog wat lampjes staan. Dat eerste lampje gaan we als even niks van aantrekken, want dat bespreken we pas vrij laat in de cursus, week 11 of zo. En het tweede lampje wat hij zegt is, er komt een returnwaarde terug van deze methode. Wil je die misschien gebruiken? Nou, laten we eens even kijken wat dat voor een ding is. Daar komt een booleanwaarde uit, weer met de naam gelijk aan de methodenaam. Die boolean die geeft aan of de ArrayList door deze operatie gewijzigd is. Dat wil zeggen of er iets in een element aan toegevoegd is. En in de meeste gevallen is dat waar. Soms is dat interessant om te weten, maar meestal maken we in dit geval daar geen gebruik van. Dan heb ik al die elementen toevoegen aan die lijst. En dan wil ik die lijst weer uitgeven. En dan kun je zien dat ik die lijst ook weer kan uitgeven door gebruik te maken van die nameList methode. En dan helemaal, nou, dan maken we hier maar N2 van. En dan kunnen we hier weer SOTUV neerschrijven. En dan zien we dat we die elementen weer allemaal netjes in die lijst hebben staan. En het leuke van die lijsten is, zeker als je in lijsten gaat kijken sinds Java 8 en hoger, dan hebben die lijsten allerhande hele leuke eigenschappen. Sommige dingen kun je ook makkelijk doen met een array, maar dan moet je hulpklassen bij roepen. Maar in dit geval kun je bijvoorbeeld die lijst, die nameList, die kun je ook heel eenvoudig sorteren. En je kunt dat ding, even kijken, sorteren met behulp van een vergelijkingsoperatie. Ik ga dat nu even niet doen, want dat komt eigenlijk ook een klein beetje laat. Ja, ik laat het toch wel doen. Even kijken hoe ik dat opschrijf. De vergelijkingsoperatie die schrijf ik als volgt op. Hop. A.compare to B. En als ik dit doe, en dat lijkt een beetje een vreemde constructie, die hebben we weer wat later. Dan zul je zien dat als ik nu die namenlijst nog een keer uitgeef,
Dan kan ik die, en dan zie ik vervolgens die namen in de alfabetische volgorde staan. En dan zal het goed is, dan komt Henk vooraan te staan, dan Klaas en dan Piet en dan Nel. Dus laten we dat eens even doen. En ook daarin kan ik me weer bedienen van die namelist. Ik kan namelijk ook simpelweg zeggen, laat ik me nou de inhoud van die namelist eens even kijken. Even zien. Dus SOUTV, namelist, dat is de laatst veranderde of de dichtstbijzijnde variabele. En als ik nu deze namelist laat zien, dan zie je dat zo'n lijst zelf ook een nette toString functie heeft. Hé, hey, daar is iets vreemd. Daar gaat wat mis, mensen. Daar gaat wat mis. En wat is hier mis? Nou, laat ik dat dan maar eens wat eerder doen. Hier, het is een hele klassieke stomme docentenfout. Wie helpt me? Nou wil ik even een handje zien, om te zien of jullie nog wakker zijn. Nou, dan neem ik een slokje water. Ik weet wat de fout is. Hier ook weer een kwestie van niet opletten. Het gaat fout rond de plaats waar nu mijn cursor staat. Ja, Glenn, vertel. Waar je nu een muis op hebt staan. Ja. Ik neem aan dat het een for each loop is. Ja, helemaal goed. Juist, hierbij zeg je dus steeds bij elk element wat in die array zich bevindt, ja, moet ik steeds weer een nieuwe toevoegen. Ja. Dus eigenlijk is er nooit een einde. Nee, je ziet het. Wat je zegt is helemaal correct. In de zin van je ziet nooit een einde. Dat is niet waar. Die namenlijst is op dat moment is die juist gecreëerd hiervoor. Hè? En als ik een namenlijst maak, of een lijst maak, en daar zit nog niks in, dan zit er niks in. En als ik alle elementen bezoek van die namenlijst, en ik stop die vervolgens weer in die namenlijst, dan schiet het ook niet op. En wat jij zegt, je zou verwachten, er wordt iets toegevoegd en die namenlijst die blijft maar groeien en maar groeien en maar groeien. Ja? Dat is wat er zou kunnen gebeuren. Laten we dat eens even proberen, want dat is wel leuk. Dat is een leuke exercitie. Maar laten we eerst even het probleem oplossen. En dan gaan we zo meteen terug naar die exercitie. Dus ik laat even dit staan. Omdat het probleempje zo meteen duidelijk laten zien. Want, hoppakee, laten we even dupliceren. Zodat we dit kunnen corrigeren. Die namenlijst, de definitie van een namenlijst is correct. Maar wat ik daarin wil stoppen is de namen. Alle namen die hierboven in het array staan. En als ik dat doe, dan krijg ik hier onderaan te staan namelist is bevat Piet, Nel, Henk en Klaas. En dat is Piet, Nel, Henk en Klaas. En als ik vervolgens die namelist sorteer. Ah, gebeurt er geen pest. Omdat ik niet echt sorteer. En dat doe ik nu, als het goed is, wel. Nu zie je dat Henk en Klaas en Nel allemaal voor Piet komen te staan. Dus deze namenlijst is op deze manier gesorteerd. Let even op. Ik maak nu gebruik van een aantal trucjes die ik ken natuurlijk. Want ik doe al iets langer met Java. Soms schrijven we in de opgave op dat we expliciet dit soort constructies wel of niet mogen gebruiken. In de omschrijving staat dan, gebruik deze en deze constructie. En die zal dan goed omschreven zijn wat je wel of niet mag gebruiken. En soms vragen we je om het grootste element te vinden in een lijst. De makkelijkste manier om te doen is de lijst te sorteren en dan het achterste of het voorste element te pakken. Net afhankelijk van hoe je gesorteerd hebt. Maar dat willen we dat je soms uitprogrammeert met een forlus of straks met een stream operatie. Dus dan zal de opgave expliciet staan wat je mag doen of moet doen om te zien of je die constructies begrijpt en beheerst. Maar straks als je in het wild programmeert, pak je in het echt programmeert, wil ik eigenlijk zeggen, voor als serieuze software engineer of business informatica man, dan pak je natuurlijk die constructie die voor jou het meest efficiënte is en daarbij wel even in de gaten houden wat goed leesbaar is. Dus dat is van belang om daar op te blijven letten.
Wat wilde ik nog zeggen? Oh ja, we hadden hier dat gekke ding hierboven. Laten we die arraylijst vervullen met een naam en kijken of dat ding nooit meer ophoudt. Want dat is wat Glenn net suggereert, hè? Dus dat ding, dat laat ik nu maar eventjes, die herdefinitie laat ik nu niet gebruiken. Ik ga er nu één element in stoppen. Ik ga dus name list.add. En wat ik kan instoppen, ik kan er een string in stoppen en dan Glenn die idee aangebracht heeft. Laten we het zo doen. Dus ik heb nu één element in de lijst zitten. En het is natuurlijk spannend om te weten wat er hier feitelijk gebeurt. Hè? Om te kijken of die namelijst nu aangevuld wordt en dan nooit aan zijn einde komt. Kijken of dat ook inderdaad optreedt. Laten we eens kijken wat de feitelijke runtime is. En dan moet ik natuurlijk even die namelijst nog laten zien. Om het effect van deze operatie te laten naar boven te halen. Hupsakee. Dus ik stop er één element in. En ga voor alle elementen die ik die lijst heb, ga ik alsnog toevoegen aan die lijst. En kijken wat er gebeurt. Oké, laat maar slopen. Dat is wel spannend. Een experimentje. Kijken of we de zaak kapot krijgen. En dat lukt. Het is weer een uitzonderingssituatie, of een exception zoals we het in het Engels noemen. Die uitzonderingssituatie die heeft te maken met het feit dat we deze for each constructie gebruiken. Ja? En je ziet dan hier concurrent modification exception. Dat staat eigenlijk, als je zo'n lijstje loopt, mag je dat lijstje op hetzelfde moment niet wijzigen. Dat is die concurrent, de gelijktijdige modificatie van die lijst. Dus op die manier beschermt Java je tegen dit soort foute constructies. Maar niet getreurd, als ik nou wat anders ga doen, namelijk de for each lus op nameList en zoals er voor arrays een length is, is er voor een lijst ook een size. En dat komt eigenlijk hetzelfde neer. Dan zeg ik, ik wil langs die lijst lopen via de index en dan wil ik vervolgens elk element van die lijst dat ik tegenkom toevoegen aan de lijst. Dus dan ga ik hier zeggen name list.add en dan het element wat ik gevonden heb op de positie waar ik zojuist aangekomen ben. En dat is dan deze string. Hop, string. En laat ik die naam even wijzigen in iets anders. Maar we gewoon een Nederlands naam voorschrijven. Eventjes netjes formatteren. Je zult zien dat bij mij is de horizontale witruimte wat groter. Want ik vind zelf dat de leesbaarheid daardoor verbeterd wordt. En laten we nu eens kijken wat er nu gebeurt. Dit ding halen we even weg. Want dat is niet meer effectief. Ik verplaats het even naar beneden. Dan staat het is uit beeld. En dan is dit dus de constructie. Ik heb dus nameList en Glenn toegevoegd. Ik heb één element erin zetten. Dan gaan we vervolgens over dat lijstje heen lopen. En elk element wat ik tegenkom, voegen in het lijstje toe. En kijken wat er gebeurt. Spannend. En nu zien we dat we een array index out of bound exceptie krijgen. Voor de lengte van 4 heb ik even kijken. Heb ik de goede variabele namen toegepast? Nee, ik zit hier te prutsen. Ik zit hier niet naar het array, ik kies naar de naam te kijken en daar loop ik langs. Ik wil juist het element uit die naamlijst pakken, dus ik moet hier niet dit neerzetten, maar string naam is gelijk aan nameList.get i. Ik wil dit ieder element uit die lijst halen. Dus net zo goed als ik eerder met behulp van deze constructie elementen uit het array gehaald heb. Dat is even hier nog goed te zien. Ja, dus met deze i haal ik een element uit het array. Wil ik hier het array uit de lijst halen. En net zo goed als ik een array, een index kan gebruiken om een element uit de array op te vragen. Kan ik ook in een lijst met de getOp methode het element uit de lijst halen op de plaats i. En hier loop ik dan dus al langs die lijst. En dit is eigenlijk wat ik wilde. Hè? Dus dit is wat Glenn voorstelde. En dat zou wel eens niet kunnen ophouden. Laten we kijken wat er gebeurt. Dus derde keer experiment uitvoeren. En we zien wat er gebeurt. En dan zien we
dan zien we dat het programma door blijft lopen. Ja, dus het is hierboven, dit is al gebeurd. We zijn nu op deze positie aangeland. En laat ik eens even kijken of het goed blijft gaan. En nu begin ik al een beetje zenuwachtig te worden. Het zou zomaar kunnen zijn dat het hele geheugen vol geschreven wordt met allemaal Glens. Dat is natuurlijk wel feestelijk voor Glenn, want hij heeft een hele grote familie gekregen. Dat is, dat is mooi. Maar uiteindelijk zie je dat het geheugen vol loopt. En niet alleen dat, dat mijn... even kijken. Dat mijn IDE en mijn hoofd bevriest. Ja. En eens even kijken of ik dat nog kan bijstellen. Even kijken. Nee. Yes, transition. En dan Mirabox en Avermedia. Transition. Ja, mijn hoofd is mooi bevroren. Die camera doet het ook niet meer. Dit is een schitterende demonstratie over iets wat je beter niet kunt doen. En eens even kijken. Hoppakee. Nee. Nou, eens even kijken of ik daar nog controle op krijg. Nope. Ja. En het ding is er wel mee opgehouden op de een of andere manier, lijkt het. Maar zonder zinnige melding, ook niet in de achtergrond. En dat is een beetje lastig. Maar je mag ervan uitgaan dat dit een vreemde constructie is. Hè? Dus ik heb een vragende lijst element op en ik voeg dat vervolgens aan het einde toe. Je kunt je voorstellen dat uiteindelijk niet goed gaat. Ik zal het proberen te repeteren, dat probleem. Eens even kijken of we nog aan het opnemen zijn. Ja, zo te zien wel. Dus dat laten we gewoon doorlopen. Mijn hoofd is uit beeld gevallen. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Dat is mogelijk het gevolg van het experiment wat ik net uitgehaald heb. Ik start TMC Beans ook eventjes opnieuw. Om eventueel andere problemen te voorkomen. Oops. TMC Beans opnieuw starten. En dat zal niet moeilijk zijn. En... de koeling een beetje aanzetten, want ik begin het warm te krijgen. En dat heeft met de zomerse temperaturen te maken. En even mijn lesje er weer bij pakken, zodat ik het een en ander kan laten zien. Oké, wat is de tijd? We hebben nog ik denk nog een kwartier. Wie kan me even vertellen wat ook weer precies de lestijd is, want ik weet het niet uit mijn hoofd. We hebben nog ongeveer een kwartiertje. Ja, oké, dankjewel. Dankjewel, Michiel. Die gaan proberen nuttig te vullen natuurlijk. Er zijn ook wat dingetjes die ik jullie zou willen laten zien. Met name, even kijken, er staat hier nog het een en ander over strings. Daar wil ik wel nog wat over vertellen, ja. Dat is het verkeerde ding. Hier moet ik fietsen. Jullie zien nog wel de NetBeans, of de NetBeans IDE? Maak ik daar even respons op? Want anders ja, ik zie hem. Anders sta ik tegen de ruimte in de lucht te praten en dat is niet zo heel erg fijn. Dus laten we eventjes nog wat andere zaken vertellen over strings. Ik maak ook weer een... een nieuw programmaatje. Om wat zaken over strings te laten zien. En met name, string is een beetje een vreemd beest. Dat wil zeggen, string is de klasse in Java die het meest geoptimaliseerd is over de tijd. En sterker nog, je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen dat elke nieuwe Java versie heeft een kleine verandering in de string klasse. En dan niet zozeer dat je er wat van merkt,
Want oude programma's moeten natuurlijk blijven werken en nieuwe programma's die kunnen eventueel de voordelen hebben. Maar de veranderingen die gebeuren hebben vooral te maken met efficiëntie. En dat kan zijn snelheid, dus het programma loopt sneller, of minder geheugengebruik. En zo is het bijvoorbeeld in Java 11, meen ik me te herinneren, zijn er eigenlijk twee stringvarianten. Eentje met compacte letters en andere met wat grotere letters. Omdat je dan vreemde talen zoals Thai en Chinees en wat soort zaken ook makkelijk in karakters kunt afbeelden. Maar heel vaak wordt er toch wel let-and-want tekens gebruikt. En dat is een karakterspace die maar 8 bitjes nodig heeft per letter. En dat soort optimalisaties treden op. Dat betekent ook dat als je een string maakt in Java en die string bestaat al, dan heb je een dikke kans dat er geen nieuw object aangemaakt, geen nieuw string object aangemaakt wordt. En dan lijkt het alsof je twee strings met elkaar kunt vergelijken door simpelweg de is-is-operatie toe te passen. Laten we dat eens even doen. Ik heb een string, dat noem ik string N1 is Jan Jansen. En dat is de eerste string. En nu maak ik een tweede string. Even lui programmeren. N2, die maak ik identiek. En je zou verwachten dat je twee verschillende strings hebt. Maar ik kan je laten zien dat dit twee identieke strings zijn. If N1 is N2, dan typ ik uit op dat ze gelijk zijn. Ja? Dus die twee strings die zijn precies hetzelfde. Die hebben qua inhoud precies hetzelfde. Maar deze is-is-operatie is eigenlijk de verkeerde. Vreemd genoeg, voor strings werkt het dan wel, omdat deze twee strings gelijk zijn. Laat ik eventjes dat laten zien. Dus dit programmaatje weer even laten lopen. Die stringer laten lopen. Run. Ja, dus ze zijn gelijk. Als ik echter deze twee strings nu ietsje anders ga bouwen. Ik ga deze string in stukken hakken. Ik zet er een methode bij en die noem ik plak. En wat die methode plak zo meteen gaat leveren is lijm. Die gaat simpelweg een string afgeven die ik als lijm kan gebruiken om twee strings aan elkaar te plakken. En die lijm die is heel dun, net als superlijm. Ik lever nu een string af die superlijm oplevert. Ik ga natuurlijk ook even die twee strings laten zien. Dit is de eerste string. Even kijken, dit is de tweede string. OTV, string 2. En laat ik nu kijken wat er gebeurt. Dan heb ik N1 en N2. En waarom stopt het stomme ding niet? Ik moet natuurlijk ook wat iets zeggen als ze ongelijk zijn. En dat doen we dan weer zo. Op, en dan beneden verplaatsen. En ongelijk zetten. Nu zie je dat die strings ongelijk zijn. En natuurlijk wil ik even weten wat ze dan feitelijk als waarde hebben. Dus ik haal deze regel eventjes naar hier. En deze regel, ops, ook naar hier. En dan laat ik het programmaatje weer lopen. En dan zie je dat er wordt hier gezegd ongelijk en gelijk. Of hier wat ongelijk zijn. Deze strings lijken ongelijk. En ze zien er precies hetzelfde uit. Even kijken. Ik heb ze netjes aan elkaar geplakt. Maar als ik de juiste vergelijkoperatie maak. En dat doen we dan met het kopiëren van dit stukje. Een kopietje. En omlaag zetten, maar dan de juiste operatie gebruiken, namelijk niet de is-is operatie, maar de punt equals operatie. Dus NE equals N2, zo, ja, dat is de juiste operaties om twee objecten op gelijkheid toetsen. Dat wil zeggen, het zijn niet dezelfde objecten, je wijst niet naar hetzelfde object, maar je wijst naar twee objecten met precies dezelfde inhoud, dezelfde waarde, zeggen we dan vaak. En als we op deze manier twee strings met elkaar vergelijken, dan hebben we wel de juiste inhoud te pakken. Dat wil zeggen, dan ziet hij wel dat die Jan Klaassen die ontstaan is met één string en de Jan Klaassen die ontstaan is door Jan Klaassen, Jan plak en spatie Jansen op te typen, dat wel de juiste string oplevert.
Dat wilde ik nog even zeggen over strings. En dan vervolgens nog een leuk programmaatje om te laten zien dat feitelijk jullie al heel lang met de arrays werken, maar je het niet echt in de gaten hebben. Namelijk, elk programma start met een main programma en dat ding krijgt mee, normaal gesproken, een array van strings. Oops. En dat schrijven we klassiek zo, maar je mag ook dit schrijven. Je mag ook punt, punt, punt schrijven. Dat betekent niks anders als deze methode, deze main-methode, neemt een variabel aantal parameters van het type string. En dat lijkt dan alsof je die strings simpelweg op kunt schrijven. En dat gaan we zo meteen zien, zonder dat je daar een array-constructie omheen moet zetten. Maar feitelijk doet de compiler dat voor je. Dat kun je hier beneden zien. In regel 31 heb ik weer een static double sum methode gedefinieerd. En die krijgt als parameter een lijstje, dus een aantal dubbelwaardes mee. En die dubbelwaardes die ga ik met elkaar vanmiddag vuldigen. Die ga ik optellen. Zo. En dat doe ik weer met zo'n for each loop. Omdat dit een array van doubles is. En met die array van doubles kan ik het resultaat verhogen. Zodat ik het einde van deze methode alle waardes bij elkaar geteld heb. Zo heb ik ook een methode gemaakt die heet product. Die vermenigvuldigt al die waardes met elkaar. En die kan ik dan oproepen door dit programma op te roepen met of het commando product of het commando sum. En dat zie je hierboven staan. Hier zie je in regel 22 zie je staan als sum gelijk is aan het commando wat je gekregen hebt. En dat commando zelf is de eerste van dit lijstje van parameters. Dat zie je hier staan. String cmd is gelijk aan args 0. Dat is het eerste element uit het array. Als ik minder dan één element opgeef, dan geef ik hier aan wat je zou moeten doen. En dan vervolgens ga ik die getallen binnenlezen. En dat doe ik weer met zo'n for each constructie. Let even op dat ik het eerste element oversla, omdat ik dat al interpreteer als een commando. En vervolgens zet ik al die getallen in een array van numbers. En dat array van numbers is hiervoor gedefinieerd. En ik weet al hoe groot dat array moet zijn. Om de simpele reden dat ik weet dat het eentje kleiner is, dat de lengte van dat array eentje kleiner is als dat array wat hierboven gedefinieerd is. Dus ik kan dat array aanmaken. Dat wordt gevuld met nulwaardes. En vervolgens overschrijf ik al die nulwaardes met dat wat ik lees uit die strings hier, door ze te converteren met behulp van parsedouble van die elementen die ik op de commandoregel meekrijg. Dan ga ik vervolgens kijken wat is het commando geweest. Is het sum geweest? Dus sum.equals commando of prod equals commando. Dan voer ik vervolgens die commando's uit door uit te schrijven sum of. En dan arrays.toString numbers plus is. En dan is gelijk aan de sum van numbers. En als ik het goed heb, dan heb ik hier ook ergens een omgeving gedefinieerd. En ik kan je laten zien wat dat precies betekent. Zo'n omgeving betekent dat je kunt specificeren wat er precies gaat gebeuren. In dit geval heb ik die compute omgeving gedefinieerd. En je ziet hier dat ik hier het programmaatje computer, dat wil zeggen deze klasse, ga aanroepen. Maar met de parameters sum en dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En als ik vervolgens dat ga uitvoeren, dat programma laat lopen, dan zal, als het goed is, hier uitkomen de sum van 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 en 9.0 is samen 45. En dat wisten we natuurlijk al, want dat kun je in wiskunde kun je dat heel makkelijk uitrekenen. En wat wilde ik daar nog bij zetten? Ja, let even op dat ik maak hier gebruik van die arrays to string van numbers. En dat die getallen intussen geïnterpreteerd zijn als doubles. En die doubles worden altijd voorzien van een leidende nul. Als er geen nakomma cijfer staat. En dan zie je precies wat hier gebeurt. Hè. Dus als ik even nog de invoer een keer laten zien. Customize. De invoer in dit geval is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allemaal gewone integerwaardes. Maar omdat ik ze als double interpreteer in regeltje 19, worden dat als doubles opgeslagen in het array. En daardoor krijg je het effect wat ik heb.
Wat in dit stuk, klein stukje programma zit, het simpele feit dat je strings, sorry, arrays ook kunt schrijven met die drie puntjes. En dat heeft het prettige voordeel dat je die methode ook simpelweg kunt aanroepen door bijvoorbeeld zoiets dergelijks als sum van wat getallen. En dan vervolgens natuurlijk aan die variabele een waarde toekennen en dat getal uitschrijven. V, dat ik zo'n methode dan ook aan kan roepen door simpelweg een rijtje van getallen mee te geven zonder dat ik daar allemaal moeilijke dingen als arrays omheen, arrayconstructies omheen moet definiëren. En dat is dan het laatste stukje van de les. Ik heb nog even tijd voor vragen en dan moet ik zeer waarschijnlijk zo meteen naar de andere klas toe. Wie heeft er nog een vraag? Even handje omhoog, kan ik het zien, want mijn Teams is heel klein. En als er geen vragen zijn, dan zien we jullie, eens even kijken, donderdag weer. Woensdag of donderdag, in ieder geval deze week een keer. Ja, dan gaan we weer even letten op hoe het ver staat met de stand van zaken en hoe ver jullie zijn met de opgave. Nu beginnen we dus aan week 4. En dan gaat het echt over objectoriëntatie. Nog een keer benadrukken het feit dat het wel verstandig is om even naar het boek te kijken. Het boek van Horstman, Core Java. En dan, we hebben nu tot het hoofdstuk 1 tot en met 3 behandeld. Hoofdstuk 4, daar begint het echt spannend te worden over objecten. En daar staat veel meer in als wat in de MOOC staat. Maar we verwachten wel dat jullie dat boek openmaken en daarin bladeren, want daar zie je ook veel meer dingen die je kunt gaan gebruiken in je huidige programmeeropgave, maar ook in je toekomstige programmeertaken. En een hoop wat je leert in deze Java-lessen zijn programmeerconcepten. Die gaan verder als alleen bij het toepassingsgebied van programmeren in Java. Oké, dan zou ik zeggen, als er geen vragen zijn, wens ik jullie voor de rest een prettige dag en tot ziens.